Mogelijk gemaakt door Beestenplein, Welzijnscentrum voor Huisdieren. Wij dragen onder andere bij aan het huisdierwelzijn via onze webshop met natuurlijke diervoeding, ons e-magazine en onze caviaropvang. Kijk voor alles wat te doen op www.beestenplein.nl. Hoi allemaal en welkom weer bij een nieuwe aflevering. En de dag begon goed voor deze meneer. Dit is Vlekkie en Vlekkie is ongeveer 3 jaar. Is hij gebracht omdat zijn vriendje overleden was. En vanochtend werd er redelijk onverwachts dit kleine manneke gebracht. Dit is Rissa. En Rissa die is 8 weken oud. En we hebben ze gekoppeld. Na een gezellige introductie hebben we ze samen in de kooi gezet. Zoals je ziet heeft Vlekkie nog wel heel erg de neiging om even te laten zien hoe super stoer die is. Maar dat is natuurlijk logisch als je zo'n leuk vriendje krijgt. En we hopen dat dit gewoon lekker goed blijft gaan en dat ze uiteindelijk samen mogen verhuizen naar een heel fijn en vooral heel groot verblijf bij iemand thuis. Nou hebben we vandaag 8 cavia's binnengekregen en daar zaten 2 mannenkoppels bij en 4 losse cavia's, waarvan 3 zeugjes en het babybeertje dat je net zag. En deze man is samengekomen, deze meneer ligt hier een beetje voorzichtig te chillen. Die heeft het een beetje warm na het eten. Deze 2 zijn afgestaan wegens een allergie binnen het gezin. Het was alleen heel jammer dat ze allebei wat bleken te mankeren. Want deze knul hier, die blijkt dus een super slecht gebit te hebben. Hij heeft maar 1 boventand en de andere die steekt een beetje recht naar voren. En zijn ondertanden zijn ook niet goed. Dus we gaan even kijken. Hij is wel goed op gewicht en hij eet goed. Dus we houden het even goed in de gaten en anders gaat hij even naar de dierenarts voor een extra check-up. En deze meneer hier, die bleek een absces op zijn pootje te hebben. En ja, dat is dus een open absces. En dat moeten we goed bijhouden, spoelen, schoonhouden. Dus we verwachten eigenlijk dat dit koppeltje niet kan verhuizen, helaas. Dus dan blijven ze lekker bij ons wonen. Ja, vlieg maar gauw. Nou, en onze nieuwe vakantiekooien, die zijn ook al heel mooi gevuld aan het raken. Zoals je ziet zijn al best wel veel verdiepingen bezet met de vakantiegasten van juni. En ja, het is gewoon superleuk omdat veel cavia's ook weer uit de opvang komen en dan weer even op vakantie komen. En na de vakantie gaan wij deze flat zelf in gebruik nemen. Om onze huidige flats voor een deel te vervangen. Want deze stellingen zijn natuurlijk super stevig, lekker ruim en goed schoon te maken. En we kunnen zo super fijn genieten van de cavia's. Heb jij lekker gegeten? Hè? Hallo, lig je lekker? Ja. Nou, deze dame is dus gebracht omdat ze niet goed samen ging met haar kooigenootjes. En zoals je ziet, ze is nog niet helemaal op haar gemak. De rest interesseert het vrij weinig gelukkig. En Monster, de kastraat, is nergens te bekennen. Dus voor nu zijn wij best wel tevreden over hoe ze zich nu gedraagt in de groep. Er waren geen grote knokpartijen bij de introductie. Dus hopelijk komt ze dan een beetje tot rust. Hallo. Ja. Ja, jij hebt kennis gemaakt met de andere tutola uit deze bak. Die zit daar. Maar het lijkt erop dat het dus goed gaat. En we hopen dat als ze eenmaal een beetje tot rust gekomen is, dat ze dan op date kan met een leuke kastraat misschien. En daarmee gaan we hem weer afsluiten voor vandaag. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.